Dames en heren, welkom bij een nieuwe Crypto Takkies. Mijn naam is Raoul Esboom en vandaag ben ik hier met een speciale gast. Ik ben hier namelijk met Martin Arnouds. En Martin is consultant bij, eventjes kijken, ik moet wel spieken om het goed te zeggen, OV Software. Ja, en OV Software is een partner voor ICT-projecten, voor bedrijven, maar ook voor de overheid. En daarnaast heeft Martin ook zijn eigen bedrijf, Tech Ethics, Tactics. Martin, hoe moet ik het uitspreken? Ja, je mag Tactics zeggen. Tactics, ja. Dus inderdaad een combinatie van technology en ethics. En ook een tactisch. Daar heb je daar Tactics van gemaakt. En misschien ook wel wat tactisch, hè? Tactics. Ja, het klinkt als tactisch inderdaad, op zijn Engels. Het kan een bepaalde tactiek zijn om het te gebruiken. Ik denk dat het goed is om na te denken over ethiek. Maar dat is niet per se de achterliggende reden. Hey, maar super dat je hier meedoet aan deze crypto-takkies. En voor we de diepte in gaan duiken, want ik wil het vandaag met Martin gaan hebben over ethiek in de technologie. Maar voordat we dat gaan doen, is het wel eventjes leuk om te weten hoe ik Martin heb leren kennen. Want herinner jij je nog dat jij hebt gereageerd op een van de LinkedIn-posts die ik heb geplaatst? Ja, zeker. Zeker. En weet je ook wat je toen onder die, of als reactie hebt geplaatst? Want dat wil je even vertellen. Ja, precies. Hè? Jij had op een gegeven moment een nieuwsartikel geplaatst dat GroenLinks voorman Jesse Klaver had gezegd van nou, hè, we willen elke student 10.000 euro geven. Ja. Voor onderwijs, een eigen bedrijf te starten, et cetera. En ja, je krijgt natuurlijk gelijk allemaal vragen. Hè? Als je zo'n kop ziet, denk van wow, dat is best wel bot, hè, om dat als kop te stellen. Maar goed, als je het artikel las, gelukkig lag het wat genuanceerder. En waar ik gelijk aan moest denken was blockchain. Tokens die je kunt gebruiken of blockchain, hè, de eigenschap dat je geld kan gaan labelen. Dat je kan zeggen van nou, dit geld wil ik bestemmen voor dat doeleinde. En toen dacht ik van nou, hè, om allerlei uitwassen tegen te gaan, zou je kunnen zeggen van hè, we gaan die 10.000 euro die we als overheid gaan uitgeven aan studenten, gaan we labelen. Met bijvoorbeeld als doel onderwijs, met als doel oprichten van een bedrijf. En onderwijs kan natuurlijk heel breed. Hè. Je kan een studie gaan volgen aan een hogeschool of universiteit. Je kan online courses gaan volgen. Zelf studie gaan doen. Dus hè, de praktische uitvoerbaarheid is misschien nog wel. Even zal vast wel wat haken en ogen hebben. Maar dat is in ieder geval waar ik gelijk aan moest denken. En nou, hè, daar hadden we even een korte discussie over op LinkedIn. Ook met anderen. En toen zei je eigenlijk naar aanleiding daarvan van hey, we moeten eens even een keer verder praten over dat onderwerp. Dus nou zitten we hier. Dit is een perfecte samenvatting. Ja, want jij kwam inderdaad met het goede idee om inderdaad geld te labelen. Ik vond het idee van GroenLinks vond ik natuurlijk ook hartstikke leuk. Mijn reactie daarop was van, hey, moeten we er niet eerst voor zorgen dat we jongeren leren hoe ze met geld omgaan en eigenlijk vertellen over de geschiedenis van geld. Jouw reactie daarop was van, ja, natuurlijk. Maar voor de bestemming van het geld, ja, dat kunnen we inderdaad labelen. Dus dat we bijvoorbeeld zeggen van, nou, stel dat we een geaccrediteerde opleiding hebben, dan kunnen we ervoor zorgen dat we met de token ervoor zorgen dat jongeren alleen dat geld kunnen uitgeven aan een geaccrediteerde opleiding. Of bijvoorbeeld een online course waarbij weer een verbinding met zo'n token moet plaatsvinden. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar wat daarop volgend bij mij natuurlijk in mijn gedachten opkwam, is hey, stel dat we zoiets zouden organiseren. We willen ervoor zorgen dat jongeren geld gaan uitgeven, maar wel gelabeld geld. Dus we kunnen het maar uitgeven aan bepaalde specifieke dingen. Ja, gaan we dan niet een beetje in de hoek zitten van eigenlijk iets wat we niet willen, dat we te veel aan het surveilleren zijn? En dan komt natuurlijk het hele gedeelte van ethiek en moraal komt dan optreden. En ik zag op jouw Twitter dat jij ontzettend veel bezig bent met ethiek en moraal en morele en wat wel of niet goed is in de technologie. Dus toen dacht ik van ja, laat ik eens meer die kant op gaan en die kant induiken. Want kan jij even kort vertellen wat jouw
ja, eigenlijk jouw affiniteit is met ethiek en die technologie. Hoe je dat eigenlijk ook wil combineren met elkaar. Ja, nee, ja, zeker. Ja, ik zit even te denken van hoe ga ik het formuleren. Maar kijk, zeker hè, met nieuwe technologieën zoals blockchain, kunstmatige intelligentie, robotisering, medische ontwikkeling. Daar ben je als IT-professional ben je daarbij betrokken. Ben je aan het nadenken van hey, welke mogelijkheden biedt dat voor bedrijven, voor consumenten. En zeker met nieuwe technologie, ook als je denkt aan de zelfrijdende auto bijvoorbeeld. Op een gegeven moment komen die ethische vragen komen om de hoek kijken. Vroeg of laat. Soms komen ze aan het begin gelijk al, dat mensen zeggen van, bijvoorbeeld bij zelfrijdende auto, van hey, wat als een auto zelf gaat rijden en hij detecteert een ongeluk, hè, van oh, ik zie oudere mensen en ik zie jongere mensen. Ik kan er maar één ontwijken. Nou, dat is een hele ethische vraag van, ja, kies de auto dan voor een oudere persoon of kies de auto dan voor een jongere persoon? Nou, dat zijn ontzettend moeilijke vragen waar je niet 1, 2, 3 natuurlijk een antwoord op hebt. Maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar blockchain, de ethiek van, die daarbij kan komen kijken is van, hoe ga je dat dan inzetten? Wil je blockchain gebruiken om ketens te verbinden? Of wil je blockchain gaan gebruiken om een bepaalde autoriteit te gaan ontwrichten? En ja, dat zijn gewoon belangrijke zaken om bij na te denken. En voordat we, ja, voordat we daarop doorgaan, zullen we dat eventjes in twee delen dan opdelen? Want ik vind het wel mooi dat je dat aangeeft. Dus enerzijds om autoriteit te kunnen ontwrichten. Dat zie ik meer zoiets als Bitcoin. En blockchain eigenlijk voor de toepassingen van eigenlijk, ja, bijna alle andere applicaties die je zou kunnen gebruiken, waarop het nodig is. Ja. En dan kunnen we dat gedeelte blockchain, kunnen we daar later kunnen we daar eventjes op ingaan van wanneer wel blockchain toepassen en wanneer blockchain niet toepassen. Maar als eerst laten we beginnen met het ontwrichten van een bepaalde autoriteit. Kun je daarop op voorbeduren? Ja, kijk, ik wil even terug naar, kijk, zo'n technologie ontstaat op een gegeven moment. Hè? Dus op een gegeven moment kwam natuurlijk Satoshi kwam met die whitepaper. En je moet eigenlijk altijd in je achterhoofd houden dat technologie is niet neutraal. Dus technologie wordt altijd ontwikkeld met een bepaald doel. En als je die technologie gaat inzetten, moet je dus altijd van tevoren bedenken van hey, wat was nou het doel van de maker van die technologie of de ontwikkelaar van die technologie? En hoe ga ik daar dan invulling aan geven? Satoshi heeft natuurlijk hè, een applicatie op blockchain-technologie gemaakt. Die heeft een bitcoin gemaakt. En dat was natuurlijk precies in de tijd dat het vertrouwen in de banken was heel laag. En toen zeiden van, hé, ik heb daar een alternatief voor. We vertrouwen de banken niet meer. Je kan technologie gaan vertrouwen. Je kan de bitcoin gaan vertrouwen. En het wil niet zeggen dat je dan direct misschien heel ontwrichtend bezig bent. Alleen het heeft wel iets in zich van huidige instituten daar het vertrouwen daadwerkelijk in opzeggen en ze daarmee passeren. En het is altijd een super lastig onderwerp, want aan de andere kant moeten banken zich dan ook weer natuurlijk gaan afvragen van hey, wat heeft er dan toe geleid dat mensen geen vertrouwen meer in ons hebben? Want daar kan je natuurlijk ook weer ethische vragen weer stellen van hebben banken misschien zelf onethisch gehandeld dat daardoor mensen geen vertrouwen meer hebben. En dat daardoor zo'n systeem ontstaat waardoor banken misschien gaan omvallen. Dus ja, het is behoorlijk. Je kan aan alle kanten kun je daar ethische vragen bij stellen. Ja, en als we dan het voorbeeld nemen van, bijvoorbeeld Bitcoin. Bij Bitcoin maken we gebruik van pseudonieme adressen. En we gebruiken voor, of we willen er eigenlijk voor zorgen dat we mensen die gebruik maken van het internet. Want internet was eerst een wilde westen. Gisteren had ik nog een hele leuke call met Sebastiaan van der Lans van Wordproof. Die wil eigenlijk Wordproof gebruiken. Of eigenlijk timestamping gebruiken voor content. Om zo fraude en manipulatie tegen te gaan. Maar we wilden er eigenlijk voor zorgen dat het internet geen wilde westen meer is. En op basis daarvan is er regelgeving gekomen. Nou, ook die GDPR-regelgeving. Die heeft ervoor gezorgd dat we anders moeten omgaan met persoonlijke data. En die persoonlijke data, het schijnt dus dat pseudonieme
adressen, als die te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon, ook vallen onder die GDPR-regelgeving. En daar komen natuurlijk ook weer ethische vraagstukken bij kijken. Dus in hoeverre zie jij dat Bitcoin wel daaraan voldoet? Of zeg je van nee, we moeten toch meer vragen gaan stellen over de personen die te herleiden zijn via die pseudonieme adressen. Dat heb je natuurlijk niet alleen bij Bitcoin. Ja, ik vind het lastig om dat direct te koppelen aan een ethisch vraagstuk. Misschien is het ook goed om even te duiden van wat is nou ethiek eigenlijk, hè? Ja. Voordat we het daar helemaal over gaan hebben van waar hebben we het nou eigenlijk over? Want ethiek is natuurlijk best wel een lastig, misschien best ook wel een abstract begrip. Iedereen heeft daar waarschijnlijk ook weer zijn eigen versie van. Maar heel simpel gezegd zou je kunnen zeggen dat ethiek de kritische bezinning op het morele handelen is. En het moeilijke daarvan is dat het moreel voor iedereen weer anders is. Dus iets wat voor mij moreel aanvaardbaar is, zou voor jou bijvoorbeeld moreel verwerpelijk kunnen zijn. Of iets wat nu moreel aanvaardbaar is, zou over 10 jaar wel eens moreel verwerpelijk kunnen zijn. Of wat in China moreel geaccepteerd is, voor ons misschien moreel niet geaccepteerd. Dus ja, dat is in ieder geval eventjes even korte definitie van ethiek. En nogmaals, ik vind het dan best wel lastig om Bitcoin, GDPR, om dat in een ethisch kader te zetten. Nou, waar ik naartoe wil is, kijk, je kan met blockchain en ook bij Bitcoin, we denken vaak dat Bitcoin volledig privé is. Er zijn mogelijkheden om dat heel privé en anoniem te... Ja, we moeten eigenlijk onderscheid maken tussen privé en anoniem. Maar het is wel, je kan mensen volgen eigenlijk. Als jij beschikt over de juiste technieken en de kennis, dan heb jij de mogelijkheid om die transacties tot in den einde te volgen, want je maakt namelijk gebruik van zo'n blockchain. Vind jij ethisch dat dat mag en dat we dat moeten kunnen doen? Dat is een interessante vraag, Raoul. Ik denk dat het begint bij mensen er bewust van maken dat dat de consequentie kan zijn. Kijk, want op dit moment neem je nog vrijwillig deel aan Bitcoin en accepteer je daarmee alle gevolgen die erbij horen. Hè? Dus ja, je bent anoniem, maar met social engineering zou je erachter kunnen komen wie het is en kun je daarmee al die transacties achterhalen. Plus, natuurlijk, alle discussies rondom het energieverbruik en dat het nooit meer weggaat, et cetera. Dus ik denk, dat zie je natuurlijk met heel veel zaken, dat het eerst zou ik zeggen van, maak mensen er bewust van dat het zo is. En dan kun je het gaan hebben over of dat wenselijk is. Maar dat hangt denk ik ook heel erg van de toepassing af, want kijk, Bitcoin is dan inderdaad, dan hebben we het puur over geld, over financiën. Kijk, als je zegt van we gaan bijvoorbeeld ons huis verkopen via Bitcoin of je doet je boodschappen ermee. Dat zijn natuurlijk ook hele andere zaken, dus wat voor transacties doe je? Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen niet willen dat hun transacties voor iedereen zomaar inzichtelijk zijn. Alleen moet je ook nadenken van, oké, maar hoe zit dan het huidige systeem in elkaar? De banken die weten ook al mijn transacties. En ik weet niet of het nog steeds zo is, maar in het verleden werden al die transacties gewoon verkocht. Dus dan werden gewoon bedrijven die graag reclame wilden maken, die konden die transacties kopen bij de bank. En op die manier waren die transacties ook inzichtelijk. Wel niet voor iedereen. Dus dat wordt ook wel eens vergeten van hoe zit het huidige systeem in elkaar. En moeten we die kritische vragen ook niet bij het huidige systeem stellen. Maar dat gaat nu even te ver. Maar ik vind het wel mooi dat je dat aangeeft. Dat die partijen, die konden dan daadwerkelijk de transacties opkopen. Van mensen die dus daar een rekening hadden bij een specifieke bank. En wat konden ze dan doen met die informatie? Ze konden natuurlijk heel gericht gaan adverteren.
Ik weet niet precies of dat ze dan, of dat die geanonimiseerd waren, die transacties. Zodat je alleen kon zien van, hey, op die datum is er vanuit die regio of misschien vanuit die plaats een transactie gedaan voor dat bedrag. En hey, dat gebeurt elke maand. Of dat het echt met name een toename was. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar ja, transactiedata van banken is natuurlijk een goudmijn voor zulke bedrijven. Om te zien van, hey, welke transacties vinden er misschien ook gezamenlijk plaats. Dat zie je natuurlijk in supermarkten ook, hè? Bijvoorbeeld bij Albert Heijn. Dat ze kijken van, hey, welke zaken worden er nou samen verkocht? Oh, misschien moeten we die dan samen in de aanbieding gaan plaatsen. Ja, dat is een goeie dat je dit zegt. En toevallig, laatst was er natuurlijk ook die veel besproken docu. Want als we het hebben over transacties, dan normaal gesproken hebben we het over geld. Maar het kan natuurlijk ook gaan om een WhatsApp berichtje of weet ik veel wat je verstuurt over het internet. Ja, en als we daar dan naar kijken, dan komen we eventjes terug op het gedeelte van persoonlijke informatie. Wat die bedrijven daar allemaal mee kunnen doen. Ja, vind jij dat we zowel jongeren als ouderen eigenlijk te weinig weten wat er met onze data en informatie gebeurt en hoe wij om moeten gaan met transacties? Ja, dat denk ik wel. Absoluut. Kijk, ik denk dat we het op zekere hoogte wel weten. Hè? Dat we weten dat we door gebruik te maken van bepaalde diensten, of het nou social media of e-mail of cloudopslag is, dat we ergens weten dat partijen mee kunnen kijken. Alleen we hebben geen idee van wat de impact voor ons kan zijn. Hè? Mensen zeggen van ja, ik heb niks te verbergen, of ik heb niks te verliezen, of ze mogen alles van me weten. Maar ik denk dat mensen het pas echt gaan beseffen als, hè, ik neem wel eens het voorbeeld van, nou, oké, er staat iemand op de stoep, een totaal vreemd iemand, die heeft jou dus weten te vinden, die weet van alles over jou, die zegt van, oh, wat leuk, je had vorig jaar had je rode zwembroek aan toen je in Italië op het strand lag en ja, het aardbeienijsje was lekker, hè? Dan is het even een heel simpel voorbeeld, hoor, maar dan denken mensen op, dan voelen mensen zich opeens, een totaal vreemde komt dan opeens, zeg maar, in een ja, privé-bubbel, zeg maar. Maar ik ben nu bijvoorbeeld ook een boek aan het lezen. En de grote kans dat je het kent, hoor. Van Huib Modderkolk over Het is oorlog en niemand die het weet. En dat gaat over wat geheime diensten allemaal kunnen over heel de wereld. Wat er allemaal kan gebeuren met je data. Een hack bij KPN. Drones die op afstand bestuurd worden om raketten af te vuren. En het heeft niet direct allemaal te maken met je eigen data. Alleen het geeft wel heel duidelijk inzicht over de kwetsbaarheid ook van privacy. En de kwetsbaarheid van alle systemen die we gebruiken. En misschien wil je er straks ook naartoe, hoor. Maar misschien maak ik zelf het voorzetje al maar eventjes dan. Ik denk dat we dus toe moeten dat iedereen veel meer regie gaat krijgen over zijn eigen data. Dat je dus zelf echt toestemming kan geven van, hey, ik wil deze data wel beschikbaar stellen. Maar nog veel belangrijker dat je gewoon veel makkelijker ook die data weer in kan trekken. En dat die data veel meer ook bij jou is. En niet over heel de wereld zomaar verspreid is bij allerlei partijen waar je echt geen weet van hebt. Als je bijvoorbeeld alleen ook kijkt naar, het schiet me even te binnen, hoor. Als je bijvoorbeeld Instagram hebt en je zoekt dan op je gebruikersnaam, er zijn natuurlijk ontzettend veel sites die al die Instagram berichten, ja, of heel die site leegschrapen en weer op een eigen website ook weer tonen. Ja, en je hebt geen idee wat er allemaal actief is. Hè? Je kan niet zomaar meer iets verwijderen van het internet. Nee, het maakt het inderdaad heel, ja, eigenlijk heel eng dat dat allemaal kan. En dat mensen daar, ja, eigenlijk in die zin niet echt bewust van zijn. Maar stel dat je dan wel die regie zou hebben over je eigen data. Wat Brave leuk heeft gedaan, is dat als je dan aangeeft van, nou, jij mag of ik wil die cookies bekijken, dan kun je zo lekker met zo'n vinkje, dan kan je die cookies accepteren of je kan het uitzetten. En dan heb je zo'n anonimiteitsschild heb je dan bij je. Maar wat er daar dan uit ontstaat, is dat die privé, eigenlijk, want het gaat om persoonlijke gegevens.
dat die dan worden uitgedrukt in tokens en in geld. En ik vind dat ook een lastige kwestie, want je stelt jezelf dan open. Maar wat is dat waard voor het openstellen wat je doet? Ja, hoeveel geld is dat eigenlijk waard? En dat is ook wel iets waarvan ik dan denk, is dat dan de juiste manier hoe we dat moeten doen? Want stel dat er mensen zijn die misschien niet zo, die niet hoog zijn opgeleid en denken van, nou weet je wat, ja hier, bekijk maar alles en ik zet alles aan. En die krijgen juist die advertenties naar zich toe gegooid. Wat gebeurt er dan? Die gaan volgens weer kopen. Misschien raken ze wel in de schulden. Dus eventjes heel ver dat proces. Maar is dat niet wel het gevolg wat daaraan... is dat niet het gevolg daarvan eigenlijk? Ja, ik vind het best wel cool hoe je dat nu zo zegt. Want het grappige is dat... daar zitten we middenin. Alleen mensen krijgen er nu geen geld voor. De bedrijven krijgen er geld voor. Mensen die krijgen allerlei advertenties om hun oren gegooid op allerlei kanalen. En ik denk dat dit een eerste stap kan zijn. Dat mensen, dus dan heb je het ook weer over een stukje bewustwording van... blijkbaar is, heb ik data en blijkbaar is dat iets waard. En die data die ze dan delen, daar krijgen ze natuurlijk niet de hele taart voor. Dat andere bedrijven er natuurlijk ook wat aan verdienen. Maar ik denk dat je dan nu een beetje ook de kern raakt van die bezinning. Nieuwe initiatieven dan ook juist de bezinning op gang roepen. En denken van oké, maar willen we dit dan wel? Alleen het grappige is dat je dan ook de huidige situatie schetst. Want iedereen geeft zijn data zomaar. Iedereen klikt zomaar op accepteer maar alles en... Iedereen maakt overal accounts aan en iedereen post overal foto's en deelt zijn playlist en noem het allemaal maar op. Hè? Ja. Dus het inzichtelijk maken van dat het gebeurt en mensen belonen met het geven van die data. Kijk, de vraag die het dan oproept is van, verleid je mensen er dan ook niet juist toe om zichzelf bloot te geven. Want misschien was dat een beetje je achterliggende vraag of je achterliggende gedachte daarachter. Maar dat is natuurlijk wel echt het gevaar. Hè? Dat je en misschien zelfs wel steeds meer gaat vragen van oké, maar als je je bankgegevens geeft, dan krijg je wel €1000 bewijs van. Hè? En dat mensen eigenlijk niet beseffen van maar wat gebeurt daar dan mee? En dan kom je ook weer bij een stukje informeren, hè, van ook vanuit het bedrijf zou het dan echt een plicht moeten zijn dat ze ook aan kunnen tonen van dit doen we ermee. Grote kans dat het wel die kant op gaat, ja. Ja, en er zijn er natuurlijk oplossingen, hè, want we kunnen altijd oplossen. Want we hebben het nu, dit is het gedeelte ethiek, maar we willen natuurlijk ook eventjes hebben over blockchain, hoe je het kan toepassen, wanneer wel, wanneer niet. Zitten alweer op volgens mij 25 minuten ruim. Hallo dan. Kort houden, we kletsen lekker. Maar laten we het eventjes hebben, want dit is een van de toepassingen. Dus dat je mensen regie kan geven over hun eigen data. Dat is wat blockchain kan. En dit is er ook eentje waarvan jij zegt, dit zouden we kunnen en moeten we misschien ook wel doen. Wat zijn nog meer van die dingen waarvan jij zegt, hiervoor kan je blockchain goed gebruiken? Ja, zelf zijn we dus bij OverSoftware zijn we bezig met een project. Ik zal het even generiek vertellen, want we mogen niet inhoudelijk op use case ingaan, specifiek. Maar het gaat over grondstoffen vastleggen, de verwerking tot halffabrikaten en de verwerking tot eindproduct. Dus dan heb je het eigenlijk over track and tracing. En dat zie je dat er echt heel veel use cases zitten in die richtingen. De bekende use case van TradeLens, dat containers papierloos over de wereld gaan. Dat is natuurlijk ook tracing. Je kan denken aan de use case is natuurlijk ook in ontwikkeling, hè, met Duo over het vastleggen van diploma's, certificaten. En dan heb je het heel erg over een, ik noem het dan even consument. Maar ik denk dat vooral... dat we nu in een periode zitten dat het vooral business to business, dat het daar heel veel waarde kan opleveren. En je hebt het ook over wel en niet inzetten. Eigenlijk het mooie wat ik
ook ervan vind, is dat, dat je ziet dat bedrijven nu ook opeens met elkaar in gesprek gaan. Dus die technologie wordt ook echt, los van of dat ze het zelf niet gaan verbruiken, wordt ook echt die verbindende factor. Dus opeens gaan ze wel in gesprek, omdat er dus een technologie is die het mogelijk maakt om vertrouwelijk informatie te delen op een veilige manier. Die ze eerst niet hadden. Dus je ziet dat blockchain ook echt als, als hefboom kan dienen daarin. Oké, en dat is iets waarvan jij zegt, die hefboom, ja, daar moeten we meer gebruik van maken. En ervoor zorgen dat we als partijen dichter bij elkaar komen. Dat is eigenlijk een automatisch gevolg ervan. Kijk, zeker in het begin, hè, toen we vooral nog in de hype zaten, was het heel erg van, hey, we hebben blockchain, en wat kunnen we ermee? En ik denk dat dat ook goed was, hè? Dat je eerst gaat kijken van, hey, wat kan die technologie nou echt? Dat je proof of concepts gaat doen. Dat je workshops gaat geven, presentatie, kennis delen. Dat is heel belangrijk. Alleen ik denk wel dat we nu naar de periode toe gaan als we zeggen van, oké, we hebben problemen. Kan blockchain daar een oplossing bieden? Dus echt eerst nadenken over het probleem en dan pas over de technologie. Kijk, er zijn ook mensen die zeggen van, blockchain is echt een oplossing wat op zoek is naar een probleem. Dat zal vast zijn. En daar kan je positief of negatief in zijn. Ik vind het nog steeds niet verkeerd als mensen zeggen van, we willen blockchain gebruiken. We geloven in de eigenschappen van blockchain. Wij denken dat wij daar voordelen mee kunnen gaan behalen. Kunnen we eens kijken naar onze processen om te zien welke oplossing blockchain daar kan bieden. Ik denk dat het nog steeds wel gewoon een valide aanpak is, omdat je misschien wel problemen gaat detecteren waar jij helemaal geen weet van hebt. Dus ja, heel hard het argument van blockchain is een oplossing, want zoek naar een probleem en dat je daar dan tegen bent, daar kijk je toch iets anders tegenaan. Ja, en ook logisch. Nee, het is goed wat je aangaf inderdaad, want het bij elkaar brengen van partijen, dat eigenlijk het gevolg daarvan is. Want die partijen, als je blockchain gebruikt, dan moet je natuurlijk expliciete afspraken maken. Hele concrete afspraken, die moet je hebben. Want alleen concrete afspraken, zo bespraken we in de vorige webinar, alleen concrete afspraken, die kunnen gecodeerd worden. En hele vaag afspraken, die kun je natuurlijk niet coderen. Ik zie, want we zitten alweer op de 30 minuten, dus we gaan het voor deze keer hierbij houden. Wat ik afsluitend altijd doe met de gasten, is dat ik nog 3 vragen stel. En dat ga ik dus ook bij jou doen. En vraag 1, en ik wil ook eventjes terugkomen trouwens op dat ene boek waar je het net over had, want dat moet ik lezen. Maar de vraag is, wat is het beste boek wat je tot nu toe hebt gelezen? Het beste boek wat ik tot nu toe heb gelezen. Ik ga 2 boeken noemen. Ja, dat mag. Dat mag. De een is, omdat ik christen ben, is dat voor mij de Bijbel. Een superbelangrijk boek. En het andere boek is De 7 eigenschappen van persoonlijk leiderschap van Stephen Covey. Oké. Dat gaat over persoonlijke ontwikkeling. En ja, echt een super aanrader. Dat kan echt een life changer zijn. Voor mij in ieder geval wel. Dus dat boek kan ik zeker aanraden. En als jij 10 jaar terug de tijd in zou gaan, ben jij dan nu geworden wie je 10 jaar geleden had willen zijn? Wauw. Ik denk dat je met een ja antwoordt. Ja? Ja. Als ik gewoon kijk naar de groei die ik doorgemaakt heb, zowel persoonlijke groei, emotionele groei, zakelijke groei, professionele groei, had ik 10 jaar geleden misschien niet kunnen denken dat ik hier zou staan. En eerlijk gezegd dacht ik er ook niet super over na. Maar 10 jaar geleden had ik hier wel willen staan, ook nu. Dus dat, ja. En in jouw leven, want je hebt natuurlijk die groei mooi doorgemaakt, maar wat is dan de belangrijkste les die jij tot nu toe hebt meegekregen? Dit is bijna een los interview, Raoul.
Ja, het grappige is, hè, dit klinkt ontzettend oud, heel belegen, maar op je 20ste denk je dat je volwassen bent en ik kom er nu achter dat ik zeg maar, nu ben ik 30, dat je nu zeg maar langzaamaan volwassen aan het worden bent. En ja, je hebt superveel geleerd, hè, ook over hoe je hersens werken, een stukje psychologie, van alles en nog wat, maar dat besef is wel interessant. Okay, dus het besef eigenlijk in eigen kunnen en het besef wie jij bent. Ja, de een heeft dat al heel vroeg, heel sterk, hè? Weten wie die is en zijn eigen identiteit. En bij de andere, die, ja, daar komt dat wat later en ga je dat later sterker ontwikkelen. En dat is ook wel, ja, het is heel persoonlijk hoor, maar dat is wel een proces waar ik nu veel meer in zit, zeg maar. Het is echt om meer, ja, meer vanuit je eigen kracht te handelen. Tof. Hey, Martin, hartstikke bedankt. We gaan het, ja, dit gaan we zeker een keer overdoen. En dan gaan we het nogmaals hebben over de ethiek. En ik denk dat tegen die tijd dat er een hoop veranderd is in de samenleving. En ik hoop dat we dan weer terug kunnen naar de iets lossere samenleving, waarin we wel gewoon elkaar een knuffel en dingen kunnen geven. Maar misschien komt het niet. Ik hoop er wel op. Ontzettend bedankt voor dit interview. En dan spreek ik je gauw. Ja, je ook super bedankt voor de uitnodiging en nou, voor een toffe interview. En we spreken elkaar. Dankjewel. Hoi. Hoi.